In Nederland was het Nederlands elftal natuurlijk inmiddels totale gekte geworden. Zeker toen de finale aanbrak. Ja, maar dat wisten wij natuurlijk niet. Nee. We hadden had geen enkele idee. Geen van? Ik hoorde het van Nicole, van Dien. Dus bij mij, ik had daar niet zo'n grote sigarenwinkel, maar daar was het ook wel heel gekte. En wij kregen natuurlijk berichten. En wat er dus allemaal vanuit Nederland met bussen naar Duitsland toe kwam, daar merk je dus wel aan dat het inderdaad enorme gekte was, dat het heel erg leefde. Nou, dat gaf je een kick. Dat heb ik ook wel allemaal voor ons, dacht ik dan bij mezelf. Ja, tuurlijk denk je dat. Maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Weet je, dat je dan als een soort nationale held bestempeld wordt. Ja, een jongen, te gek voor uit Rijn Klaas, dat kan helemaal niet. Mensen zijn niet goed in mijn hoofd. Dat denk je dan. Maar jullie waren wel de helden. Ja, maar dat dringt niet tot je door. Omdat wij, althans ik niet en de meeste jongens die weten, durf ik 100% mijn handen in het vuur zeggen. Die voelden zich niet als helden. Die vonden het ook een beetje, maar wij zijn helemaal geen helden. We zijn wel aardige voetballers, maar we zijn geen helden. Wij zijn een held. Als hier iemand legt, verzuipt en het is 20 graden onder nul in het water en jij springt erin, ja, die man, dan ben je een held. Dat vind ik helder. Maar er zaten wel miljoenen mensen aan de buis. Ja, maar dat maakt je geen held. Jullie waren op dat moment de helden. Nee. Ook al wil je het zelf niet zo zien, jullie waren het. Ja, nee, we werden het gemaakt.